Goedemorgen. Goedemorgen, het is donderdag 5 augustus. Ja. Nou, we staan hier in rood, in de Pfalz, in duidelijk in een wijnstreek. We reden doorheen door het stadje. Nou, leuk stadje. We hebben ook een beetje gewandeld hier, ook een leuk straatje. Of de rest is het is alleen maar wijn hier. Ja. Dus, wel een mooie plek hoor, hier. Lekker ruim, hartstikke stil. Als de boeren daar aan werk gaan, die meer natuurlijk. Met die wijn en rommel. Voor de tractor weer voorbij. Maar nu is het even lekker. En vannacht is heel erg stil. Prima geslapen. De boiler werkt weer. We hebben een heerlijke douche allebei weer. Maar kun je toch gelukkig worden in een douche van 50 per 50? Je eigen autootje. Dat is gewoon leuk. Nou, voor de rest, we gaan vandaag weer op pad. Richting. Weet ik niet meer. Naar het noorden. We gaan kijken of we smalle wegjes kunnen nemen. Voor een leuke rit. Binnendoor een beetje. Dat moeten we nog even uitzoeken. Ja, maar dat gaan jullie weer meemaken. Of Jet het er mee eens is, hè? Ja, Jet werkt wel eens, maar dat is voor het goede doel, is dat. Meestal is er dan een wegopbreking. Of... Maar er zijn hier heel veel wegopbrekingen. Ja, erg veel onderwijs. Echt niet normaal meer. En soms gaan we door stukjes heen waar je verboden staat in te rijden, maar Jet gaat er wel doorheen en zo. En ik doe het ook gewoon. Maar gaan ze heel die omleiding gaan ze netjes voorbij. Keurig hoor. Ik dacht dat ze Rotterdam alle straten open laten, maar... Nou, Duitsland kent ook wel van. Controleert je hoor. Overal zijn hekken. Ja. Maar voor de rest perfect hoor. Maar hier staan we ook weer voor officieel weer 4 euro. Maar ik heb nog niemand gezien. En we gaan over een uurtje aan weg. Nou, ja, als er niemand komt, dan zijn we ook weer hier weer voor niks. Ja. Het is geweldig allemaal. Het is de vierde keer dat we dan voor niks staan. Daar houden wij van. Ja. Daarvoor komen we niet in Nederland, we blijven hier hangen, want hier is het goedkoper. Lekker voordelig hier. Nou, we gaan op zoek naar de volgende goedkoper en gratis plaats. We staan hier een beetje boven op een berg. Met de camera is dat niet te zien, maar het is een heel mooi uitzicht. Ja, drie keer stelen geloof ik is hier, hè? Ja. Drie keer stelen. Ja. Nou, het rijden is hier wel mooi te steken hoor, maar de wandelen en zo is weinig. Maar als we daar weer gaan rijden en dan die smalle weggetjes, dat is wel erg mooi. Ja, gisteren ook heel stuk door het bos heen gereden, dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, we gaan nu afsluiten, want anders wordt het een te lang film. Ja. Twee bakken, drie bakken. Hier zo, bij het oranje ding. Oh, ja. Bestemming bereikt. Nou, mooi toch? Speciaal voor campers. Hier zo recht in rijden. Maak het een veilig voorop, hè? Na 100 meter, bestemming bereikt. Die kant erin. Bestemming bereikt. Gezien vandaag. Nou, bestemming bereikt. Nou, je hebt daar plek genoeg.
Dat zijn de plekken gewoon, hè, toch? Toch? Wil je daar nou staan zo? Ja. We zijn aangekomen op een, op het eerste gezicht, rustige, mooie camperplaats in Bad Hilbersheim. En ook weer eigenlijk gratis, een vrijwillige bijdrage. Nou, even een eurotje. Klaar. Nee hoor. We gaan even naar het dorpje, kijken hoe dat eruit ziet. We gaan even hier morgen ook. Kunnen we hier morgen een wandelingetje maken. We gaan het zien. Je hebt hier ook water, je kan hier lozen. Toilet kan je lozen. Stroom heb je ook hier. Dat zijn plaatsen van de gemeente. Ja, geweldig hoor. Op het eerste gezicht is het allemaal een beetje vergaande glorie. Zoals een hoop dorpen, stadjes in Duitsland. Hier ook een vergaande glorie, maar deze zijn ze aan het herstellen. De bovenkant ziet er netjes uit. En dan wordt het toch een heel leuk huisje hoor. En we zien de kerk. Oh. En we zien de kerktoren al. Hij zat gelukkig achter een dichte deur. De kerk ziet er keurig uit. Daar staat weer een huis. Dat ziet er weer keurig uit. We hebben een leuk plekje gevonden. Waar we even er zelf meegenomen koude koffie gaan drinken.